Ergens in een land is er veel oorlog en de school heeft daar duidelijk last van. Het gebouw is behoorlijk beschadigd en in de klas zijn alle spullen stuk en zijn er geen tafels en stoelen meer. Oké, kinderen, ik weet dat de tafels en stoelen weg zijn, maar ik wil wel nog wat gaan leren. Ik wil dus de sommen gaan leren met jullie. 1 keer 5 is 5. 2 keer 5 is 10. 3 keer 5 is 15. 4 keer 5 is 20. 5 keer 5 is 25. Oké, goed zo kinderen. Ik ben erg blij en erg trots op jullie. De juf is erg lief voor de kinderen. En omdat ze weet hoe moeilijk de kinderen het hebben, geeft ze allemaal zoveel mogelijk aandacht. Oké, heb jij ook nog last van die sommen? Ja, van breken. Oké. En de kinderen luisteren ook nog eens heel goed naar haar. Oh, kinderen, jullie moeten opletten. Ja, juffrouw! Oké, deze juf wordt meegenomen en vervangen door een nieuwe juf. En jullie juf is veel te aardig. Maar ik wil niet. Meelopen. Ik wil niet. Zo, dit is jullie nieuwe juf. En ik ga de zaken heel anders aanpakken. Oké, ik heb hier een boekje en als ik jullie naam opnoem, zeg ik waar je moet zitten. Amal, rechts. Kelsey, rechts. Giovanni W., links. Nick, rechts. Jasmine, links. De nieuwe juf had de klas nu in 2 groepen verdeeld. Maar wat was ze van plan? Jullie zijn slim en staan hoger dan een 7. Jullie zijn dom en staan lager dan een 7. Zo, ze kunnen wel zeggen dat iedereen gelijk is, maar dat is helemaal niet zo. Want je hebt natuurlijk kinderen die heel slim zijn en die hoger staan dan een 7. En je hebt kinderen die lager staan dan een 7. Ja, maar het is helemaal niet zo erg. We staan allemaal op een 6,5, misschien een 5. Ja. Maar juf, ik heb laatst een 6,5 gerecht staan. Dat is 2,5 punten laag. Ga maar even in de hoek staan daar. En van jullie ga ik een 8 of 9 en misschien wel eens een 10 maken. En ik heb een leuke verrassing voor jullie. Juf, wat is die verrassing dan? Ik heb banken en stoelen voor jullie geregeld. Kunnen we dan niet gewoon op de grond blijven zitten? Dan zijn we allemaal gelijk. Ik heb toch net gezegd dat we niet allemaal even gelijk gaan zijn? Ga jij maar in de hoek staan. De volgende dag stonden de kinderen vol verwachting bij de klas te wachten. Waren er echt tafels en stoelen gekomen? De tafels en stoelen waren alleen voor de slimme kinderen en de sfeer werd er niet beter op. Ja! En wij weer niet. Ja, oneerlijk. Het is niet eerlijk. Ik wil ook daar. Onze oude juffrouw. Juf, we hebben het een beetje met de groep besproken. We vinden het niet eerlijk. Als wij geen les meer krijgen, want dan krijgen wij steeds lagere cijfers en dan worden we hartstikke dom. Oh, dus jullie vinden dat ik het niet goed doe? Nou, jullie krijgen strafwerk. Jullie mogen na schooltijd met deze tandenborstels het plein gaan schoonmaken. Nee! Weet je wat? Ik laat jullie oppakken door het leger. Kinderen moesten van het leger werken. Maar de kinderen waren juist slim, want het was hun gelukt om met de wapens van het leger de soldaten te verslaan en hun eigen juf te bevrijden. En een paar dagen later kwamen de kinderen terug naar school. Wat zie ik daar nou? De juf met de leerlingen. Wat bedoelen jullie? Stil! Hij is bevlacht. Oh nee, ik moet je snel weg. Stop! Nee. Laat me los! Nee! Laat me los! Wie we hier hebben, onze juf! Ik heb wel een litteken gehad van de oorlog, maar ik ben heel erg blij dat ik jullie weer zie.